Gaan we drinken? Ga je drinken? Sander, wat leuk dat we even langs mogen komen. Met wie zit jij op je schoot? Ik heb River op mijn schoot. Ja, ik noem hem altijd Riv. En mijn vriend die noemt hem altijd River. En hoe oud is River? Hij is nu 6 maanden en 2 dagen. Huh? Lijkt hij meer op jou of lijkt hij meer op jouw partner? Vind jij niet dat dit 2 druppels water zijn? Nee, hij lijkt meer op mijn partner. En wat voor voeding geef jij nu je kindje? Ik geef nu Nutrilon 2. Is River een goede slaper en eet hij ook goed? Hij is zeker een goede slaper. Hij eet ook heel goed. Hij drinkt alleen niet altijd zijn flesjes leeg. Dus hij krijgt dus de 5 en 6 flesjes per dag. En heb jij een bepaald voedingsritueel? Eigenlijk voed ik hem overal waar ik ben. Dus ik hou me niet per se aan 1 vaste plek. Want wij zijn veel weg. Dus waar ik ben, krijgt hij eten. Ik hoor hem zo nu dan lekker brabbelen. Volgens mij heeft hij wel trek. Hij heeft wel trek, ja. Wat is de gekste plek waar je je kind ooit hebt gevoed of een flesje hebt gegeven? Bij de Eiffeltoren in Parijs. Op een foodfestival in het toilet van Schiphol, omdat hij heel hard aan het huilen was. Dat zijn op zich best wel gekke plekken. Heb je wel eens problemen gehad rondom het voeden? Of ervaar je problemen rondom het voeden? Ja, af en toe wil hij de fles niet. En dan weet ik dat hij echt trek heeft, maar dan pakt hij hem niet. Als je nou een vraag hebt over voeden of over je baby, bij wie kun je dan terecht? Dan bel ik of mijn moeder of mijn stiefmoeder. Mijn broertje is 8, dus mijn stiefmoeder die komt er eigenlijk net ook weer een beetje uit en ik neem heel veel van haar over. En laatst belde ik toevallig het care team van Nutritia, omdat ik echt wel een vraag had over de voeding. En dan bel ik hen op. Kan ik het combineren met de hapjes? Dit is toch top? Je appt gewoon met je vraag en je krijgt gelijk antwoord. En ze helpen je ook nog met een dagmenu. Als je op pad gaat, ben je dan altijd helemaal voorbereid? Ja, ik zorg gewoon dat ik alles keer 10 in mijn koffer heb zitten. Dus in mijn handbagage moet alles, of in mijn tas waar ik ook heen ga, alles moet keer 10 in mijn koffer. Dus ik heb soms wel 20 luiers bij me voor het geval dat er iets fout gaat. En genoeg voeding, vaak een hele pot. Ja, ik zorg gewoon dat ik in ieder geval voldoende heb. Sanne, wat zou je andere moeders nog als tips willen meegeven? Ga er vooral lekker op uit. Blijf niet thuis omdat je bang bent dat je kindje moet slapen of dat je bang bent dat hij gaat huilen. Maar ga er lekker op uit. Je kan altijd weg. Ze huilen allemaal wel eens, dus maak er lekker een makkelijk kind van. Nou, wat fijn dat we even bij jou en River langs mochten komen. Dankjewel. Doei. Ja, maar doei.